Wat fijn dat we deze avonden mogen ook kunnen meemaken. Ik hoop dat de overgang naar straks, naar de eeuwige heerlijkheid, naar het horen van onuitsprekelijke woorden, ons daar niet vreemd overkomt, maar dat we eigenlijk zeggen, ja, we hadden daar al een beetje op gerekend. We waren daar al een beetje aan gewend. Nou, ik kan me niet meten met de spreker in die tijd, dat is de Heer Jezus zelf. Dat bedoel ik ook niet, dat wil ik ook niet. Ik wil graag met Johannes de Doper zeggen, ik ben niet waard om zijn voetzolen of zijn sandalen te dragen. Zoiets. Maar toch is het een vreugde om ook in het nieuwe jaar met deze dingen bezig te zijn. Vanavond gaat het over die onderlinge bijeenkomsten. Dat zit in een hele lijst van onderwerpen. Dat heb je ook net van broeder Joop gehoord. Over het thema, de opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is dat nog steeds actueel? Nou, ik ben van het laatste overtuigd. En daarom zitten we ook hier, willen we ook proberen om deze dingen te beleven met elkaar. En in die serie, als we het de vorige keer gehad hebben, hoe gaat die opname dan gebeuren? Hoe gaat dat in zijn werk? Dus we zijn het Oude Testament begonnen. We hebben de teksten gelezen die de Heer Jezus daarover heeft gegeven. De teksten die Paulus in zijn brieven heeft doorgegeven daarover, juist met het oog op die opname van de gemeente. En hoe dat dan in zijn werk gaat, was ook onderwerp van de vorige keer. En nu die onderlinge bijeenkomst. En dan is het net alsof je een soort vermanende toespraak krijgt van, waar was je afgelopen zondag of zo? Omdat je er toevallig net niet was. Of misschien niet daar was waar dan het eikpunt zou liggen. U hoeft niet bang te zijn dat ik ga vermanen. Ik heb in heel wat discussies gezeten over waar moet je dan zijn zondag. En is het samenkomen van een tweetal of een drietal gewoon door de week, misschien wel op maandagavond, geen onderlinge bijeenkomst? Nou, dat is het wel. Het is dus niet gekoppeld aan 10 uur zondagsochtends van onze gemeente of die gemeente of een andere groep. Het is de bijzondere omstandigheid dat de Heer Jezus, ook als u misschien 's nachts niet kunt slapen en zijn aangezicht zoekt, dat hij bij u is en dat u dan een onderlinge gemeenschap kunt beleven met z'n tweeën, twee of drie. Er mag ook een derde bij. Er mag ook een 125ste bij. Er mag ook een 839ste bij. Maar toch, dat beleven van de Heer Jezus en jij. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als een heiland, als een verlosser, als de redder, de verlosser. En ik hoop ook dat u weet dat uw schuld weg is, dat uw zonden vergeven zijn door het bijzondere, kostbare, bijzondere werk van onze Heer Jezus, die dat heeft willen doen voor ons schuldige en zondige mensen. Hij is gekomen om ons het leven te geven. Het is de Heer Jezus. En de Heer Jezus is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente. En de gemeente is gegeven aan de Heer Jezus. Is vaker aan de orde geweest, maar het duizelt je soms dat de Heer Jezus niet compleet zou zijn zonder ons. Ik heb het niet over deze groep, mooi dat u er allemaal bent, maar daar horen meer bij, dat voelt u aan. Dat de Heer Jezus niet compleet is zonder het lichaam van Christus, hij het hoofd. En wij de leden. Wij de bruid en hij de bruidegom. Maar ook wij moeten beseffen dat wij niet zonder hem zijn en niets zonder hem zijn. En dat we ook altijd bij hem en met hem zullen zijn als een eenheid.
Dat heeft God bedoeld. De Heer Jezus aan ons gegeven, maar de Vader heeft de gemeente aan hem gegeven. Als een heel bijzonder cadeau, als een heel bijzonder geschenk. Dus het heeft dus niet met uw administratie te maken, uw kaartenbak van plaatselijke gemeente of zo. Daar denken wij te vlug aan, maar de Bijbel bedoelt wat anders. Dat is administratief, dat is boekhoudkundig. Maar dit is, andere is leven. Dat is geen dode kaartenbak. Ik heb in mijn leven heel wat kaartenbakken verkocht. Sorry hoor, dat was een beetje mijn ontwikkelingsproject vroeger. Dus ik weet waar ik het over heb, maar het is eigenlijk dood materiaal. Maar het gaat om leven. Om een hele bijzondere verbinding. En dat is door de Heilige Geest tot stand gekomen. Ik ga er dus vanuit vanavond dat u de Heer Jezus kent. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat u vanavond één ding zegt. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat doet hij. Dat doet hij. Voor jou ook. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. En nu gaan we naar die thema van de onderlinge bijeenkomst. Heeft dat met de opname van de gemeente te maken, nu alles? En dat is even moeilijk misschien op het eerste gezicht. Maar aan de andere kant zal het wel helder worden, denk ik. In het boek Genesis is van alles aan de hand. Daar vindt u bijvoorbeeld Melchizedek, die in het leven van Abraham komt. En met brood en wijn, dat is de eerste keer brood en wijn. Het is maar dat u het snapt en weet. Het is heel apart. Daar komt Melchizedek met brood en wijn bij Abraham. Als ik het heel eenvoudig zeg, dan hebben ze samen een avondmaal gevierd. In het aanschijn van de vijand. Maar die stond te loeren. Hoe dat verder gegaan is met Melchizedek weten we niet. We weten alleen dat in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 7 en in Hebreeën 8, die Melchizedek buitengewoon geschilderd wordt als het model van de priesterkoning. Want Melchizedek was koning van Salem en priester van God de Allerhoogste. Priesterkoning, koning-priester. Saul wilde, toen hij koning was, ook graag priester zijn. Dat mocht niet, ging fout. Is helemaal zo fout gegaan dat hij af moest treden. Hiskia wilde dat, was op zich een vreemde koning. Die wilde ook priester doen. Die wilde ook priester zijn, ging het heiligdom binnen. Was melaats tot de dag van zijn dood toe. Ze hebben het wel geprobeerd en iedere keer zie je, als de tegenstander iets creëert, dan wordt het een priester-koning constructie, zoiets. Dat zie je altijd terug. En dat is nu precies wat de Bijbel voor één heeft voorgehouden. In de tijd van Mozes is de tabernakel ontstaan, instructies van Jahweh zelf, van de Heere zelf. En Mozes heeft gedaan wat God hem opdroeg. En dat is een buitengewone situatie geworden. Voor het eerst een huis van God. Voor het eerst, zullen we zeggen, een woonplaats voor God. Woonplaats van God. Waar God wilde wonen bij de mensen. Toen al. En dat is bijzonder, omdat het een model is. Een soort uitwerking voor jou en voor mij. Om nu te begrijpen wat een onderlinge bijeenkomst is. De hele geschiedenis van de tabernakel is onmogelijk in een paar minuten uiteen te zetten. Maar ik kan u wel verzekeren dat er eigenlijk twee mensen waren die daarin een hoofdrol hebben vervuld. En dat was Mozes, die koning van Jeschurun genoemd wordt. Hoort u het? Koning. En dat is Aaron, die priester van God is. Hoort u het? Koning, priester. Maar wel in twee personen. En die beide mannen hebben daar in dat bijzondere gebouw van God, de tabernakel, een hoofdrol vervuld.
Mozes, ik durf het te beweren, maar u mag het me kwalijk nemen, maar ik wil proberen dat beste teksten te geven waaruit het blijkt dat Mozes daar misschien wel elke dag in het heilige der heiligen was. En echt wel heel regelmatig. Daar heb ik teksten voor. Niet bedacht, die staan al eeuwen in uw Bijbel. En Aaron kwam dat ook, 1 keer per jaar. En niet zonder bloed, dat was op de grote verzoendag. Er was dus een plek waar de Heere samenkwam met Mozes en soms met Aaron. Van Mozes staat dat hij daar van tussen de beide cherubs een stem hoorde die tot hem sprak. Van tussen de beide cherubs die op de ark van het verbond zaten, op het verzoendeksel. En van tussen de beide cherubs sprak de Heere met Mozes. Duidelijk en niet in raadselen. In de Bijbel staat meermalen: Mozes, ga daar naartoe waar ik met u pleeg samen te komen. Daar moest bijvoorbeeld Mozes de staven, dus elke leidsman van een stam had een staf, en die staven werden daar neergelegd. Want ze waren oproerig, ze dachten dat ze zelf ook wat waren en dat er meer mensen waren met invloed. Dat moest dan duidelijk worden, het is ook duidelijk geworden. 12 stukken hout, dorre stukken hout, lagen daar in het heilige der heiligen, waar ik met u pleeg samen te komen. Daar. En de volgende morgen was Mozes daar weer. Heb je echt wel een tekst waar staat dat hij 2 keer daar geweest is. Los van de grote verzoendag. Maar de horde mok heeft Mozes diezelfde staven daar gezien. En 11 van die staven waren even dor als de dag daarvoor. 1 stam gebloeid. Bloemen, bloesem, vruchten voortgebracht. Het was een complete amandelboom geworden. Met bloesem en met vrucht. Dat is spectaculair geweest. Ze hebben daar buiten gestaan en toen Mozes die ene boom met vrucht en bloesem buiten bracht, toen hebben ze versteld gestaan. Hoe kan dat nou? De boom des levens. De amandelboom, weet u van andere studies, is de eerste boom die in Israël bloeit in het voorjaar. De eerste. Je hebt roze, je hebt witte. Maar goed, het is beide een amandelboom. En de vruchten kent u ook. Amandelen. De amandelboom bloeit. En u kent Prediker 12. Als het niet goed gaat met uw ogen, dan is de gegarandeerd een beetje vrome broeder, terecht hoor, of een vrome zuster, die zegt, ja, het gaat, ja, volgens Prediker 12 vindt er een aftakeling plaats. En dat ook, heeft ook te maken met je ogen, heeft ook te maken met de deuren naar de straat, dat zijn je oren, dat heeft te maken met je maalsters die ophouden, dat heeft te maken met je handen die beven, echt hoor, staat er, en met de sterken die zich krommen, die benen die krom worden. En die uit de vensters zien, dus dat zijn je ogen, ja, die verliezen hun glans. Je ziet het gebeuren. Langs. En u weet het al lang, maar u hebt misschien ook al enige protheseachtige dingen in uw mond of in uw oor. Of in uw knie. Of in uw heup. Maar er is 1 ding in Prediker 12 positief. En dat is: de boom des levens bloeit. Dat is geen aftakeling, dat is een nieuw begin. Dat is voorjaar. Als gelovigen aan het eind van hun leven misschien een hele moeilijke periode hebben, lichamelijk, let op hun woorden. Wat zeggen ze over: ik zie de Heer Jezus. Of ze komen me halen, of ik hoor muziek, of ik hoor een lied. De boom des levens bloeit. Het nieuwe leven. Het echte voorjaar is al enigermate zichtbaar of hoorbaar geweest voor mensen.
Vindt u het geen schitterende opsomming in Prediker 12? Dat is geen dor materiaal. Dit is van buitengewone klasse. Nu, dat heeft Mozes daar gezien. En nu hebben we een paar teksten nodig om ons onderwerp van vanavond te onderbouwen. En die teksten komen uit Hebreeën 10, dat wil ik nu met u gaan lezen. Maar ik had deze inleiding nodig om u eigenlijk mee te nemen in de sfeer van Mozes en Aaron, in de sfeer van ingaan in het heilige der heiligen. Hebreeën 10, vers 19. Omdat wij nu, broeders en zusters, dat woord broeders hier is echt ook te vertalen met broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Nou, dat mocht helemaal niet. Dat mocht alleen de hoge priester één keer per jaar, zegt u. Nou, dat mocht dus wel, want Mozes kwam daar ook elke dag. Maar het mag niet zomaar. De zonen van Aaron hebben op een bepaalde dag gedacht, dat redden we wel. We gaan ook met vreemd vuur zijn ze binnengelopen. Ze zijn gestorven. Maar ze zijn naar binnen gegaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart en volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst, daar heb je het, deze vertaling, maar u hebt misschien een andere vertaling, onze eigen bijeenkomst is ook goed. Onze eigen samenkomst, de onderlinge bijeenkomst. Niet verzuimen, staat in deze vertaling, niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Onderlinge bijeenkomst. Nou, dan gaat de ouderling op huisbezoek en die gaat met Hebreeën 10 onder zijn arm naar binnen en die zegt, en waar waren jullie? Nou ja, daar gaat hij weer. Bedoel ik dat? Nee. Ik zou zo graag willen dat u echt, dit is niet de eerste keer dat ik dat roep of zeg, maar ik zou zo graag willen dat jullie dus zouden zeggen, weet je, als je nu eens naar iemand toe ging, je hebt gemist. We waren bij de Heer Jezus en we hebben jou ook gemist. Dat had je mee mogen maken. Niet de vermaning, maar het positieve. Bij hem zijn. Een bijeenkomst met die ene, die bijeen, bij die ene zijn. Bij hem zijn. Bijeenkomst. En dat is ook van ons. Daar mogen we van genieten. Daar mogen we buitengewone dingen in gaan beleven. Gelovigen uit de Hebreeën kenden de verhalen van Mozes en van Aaron en van de tabernakel en van de grote verzoendag. Daar waren ze mee opgevoed. Dat hadden ze meegekregen in hun synagogelessen. Nou, ze moesten dat. Er werd er ingestampt vroeger. Misschien bij u ook wel een beetje nog van vroeger. Maar dit kreeg je mee. Dat dit is het echte. Dit. Dus het was voor hem geen vreemde taal. Al die beelden uit het Oude Testament die in de brief aan de Hebreeën aan u worden gepresenteerd, zijn misschien een beetje moeilijk, maar voor hen die uit de Joodse families kwamen, was dat, dat was gesneden koek, zou ik bijna willen zeggen. En ik denk ook dat het zo was. Dus ze hebben niet vreemd opgekeken van dit taalgebruik. Nog sterker, de hele brief aan de Hebreeën is waarschijnlijk een parafrase op de grote verzoendag in de tabernakel. Dus de hele brief. Dat gaat misschien een beetje te ver voor vanavond, maar dat zou ik wel willen aantonen. Het gaat erom dat er toen, in die tijd van Mozes en Aaron, een onderlinge bijeenkomst was, een bij hem komen was, een bij die ene komen was, die daar woonde, te midden van zijn volk.
En dat dat op deze wijze plaatsvond. Wat, ja, ze gingen het voorhangsel voorbij. Daar heb u zelfs een lied van in de bundel Opwekking. Ja, u zingt het misschien graag. Ik ook. En hier staat door het voorhangsel heen. En hier staat het lichaam gewassen met rein water. Ja, ze kwamen van buiten naar binnen en ze hebben zich gereed gemaakt en ze hebben daarbij het wasvat zich gereinigd, hun handen en hun voeten gewassen. En bij het begin van hun dienst, toen ze begonnen dienst te doen, werden ze helemaal gewassen met rein water. En ze hebben het altaar gezien waar het offer voor schuld en zonde, althans delen van het offer, het lichaam van een offer, de body, werd buiten de legerplaats verbrand. Maar delen van het offer, waardevolle delen voor God waardevol, werden op het altaar gelegd. En ze wisten het, het altaar ga ik voorbij. Daar is de schuldvraag opgelost. En ik ben gereinigd door het de wassing des waters, door het woord lichaam gewassen met rein water. En ik heb nu vrijmoedigheid, ik hoef helemaal niet te schamen. Ik hoef ook niet meer een soort idee te hebben, ja, dat is voor de super ten onder ons. Dat bereik ik toch nooit. U mag nog mee, u gaat mee. Want het is niet uw volmaaktheid, het is zijn volmaaktheid. En zijn volmaaktheid wordt u gegeven. En dat is precies het grote verschil. Als u wacht totdat u zelf een keer zover bent, dan bereikt u het nooit. Want dat kan niet. Al uw gerechtigheden, zegt de Bijbel, hè, zijn voor God nog als een... ik heb een paar souffleurs nu in de zaal. Als een wegwerpelijk kleed. Maar het is echt zo. Het is toch zo. Als je denkt dat jij het zou moeten doen. Je komt er nooit. Maar hij. En wat gebeurde er daar als Mozes daar in die achterzaal kwam? Zo wordt het heilige der heiligen ook wel eens genoemd. In de tijd van Salomo is dat in de tempel de achterzaal, het heilige der heiligen. En daar ziet hij dan het verzoendeksel. Daar staat de ark van het verbond en in de ark liggen de 10 geboden, de 2 stenen tafelen. En op die stenen tafelen ligt een deksel. En dat wordt verzoendeksel genoemd, want daar werd het bloed van de verzoening op gesprenkeld. Op de grote verzoendag, 1 keer en voor het verzoendeksel 7 keer. En daar waren die cherubijnen, weten we, die zaten aan het verzoendeksel vast. Maar het woord verzoendeksel in het Hebreeuws is precies hetzelfde als het woord genadetroon. Oh. Komt Mozes daar binnen. Ziet hij de restanten van bloedvlekken van grote verzoendag. Hij ziet cherubijnen. Hij weet als geen ander dat in die kist, ark, en het woord kist is hetzelfde als het woord ark, dat in die ark, in die kist, de wet des Heren is. En wie kan bestaan? Als dat deksel weer opengetrokken werd, door wie dan ook, het is een paar keer gebeurd, nou, dan is gelijk het oordeel. Maar wie kan oog in oog staan met Gods heiligheid? Wie kan oog in oog met Gods eisen staan? Niemand van ons. Niemand. Met al uw goede bedoelingen, u redt het nooit. En toen is de Heer Jezus gekomen. Wat de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. En nu, ja, er ligt een deksel op, een verzoendeksel. Het is een genadetroon. En daar is het bloed gestort. En van tussen die beide cherubijnen sprak de Heere. Ja, dat plekje om daar de stem van de Heere te horen, dat is sowieso uniek. En daar heeft de Heere gesproken, heeft Jahweh gesproken en Mozes heeft daar gezeten. Nou, als hij daar uitkwam, dan straalde zijn gezicht. Dat staat in de Bijbel. Dit laat je niet onberoerd. Dit doet iets met je. En al die dingen samen wordt in het Oude Testament een bijzondere bijeenkomst genoemd. En het is dat model wat hier in Hebreeën 10 aan jou en aan mij wordt voorgehouden. Kijk, dit is het nu.
ken je die onderlinge bijeenkomst? En wat zie je dan als je in die samenkomst komt? Nou, ik weet het wel, ik loop lang genoeg mee om alle verhalen een beetje te kennen. Ik weet, de nuances zijn wel eens een paar keer verschillend, maar de lijn is steeds hetzelfde. Wij willen wat. Wij willen een zegen. En als wij geen zegen krijgen, dan gaan we naar de buren. Daar is de cafetaria misschien wel wat beter. We willen iets hebben, we willen iets krijgen. Is dat wel zo bijbels, als u als gemeente samenkomt, dat u iets krijgt? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, heel precies. Als u dan samenkomt, broeders en zusters, dan heeft een ieder iets. Niet dan krijgt een ieder iets. Dan moet je wat hebben. En je mag iets geven. Wat mag je dan geven? Nou, de offeranden van geld, ja ook. Maar die worden in tweede instantie pas genoemd. Maar in eerste instantie is het de vrucht van de lippen die de naam van de Heer Jezus belijden. Dat is uw aanbidding, dat is uw lofprijzing, dat is uw lofzegging. We mogen hem prijzen. We zijn begonnen met 3 lofliederen vanavond. En ik denk dat dat terecht is. Want zodra je bij die samenkomst komt, moet ik dan het hebben over dat het in Oostenrijk zo sneeuwt? Zei Joop vanavond tegen mij, want je mag wel blij zijn dat je niet naar Oostenrijk hoeft. Nou, was ik ook blij, maar dat is een schrale troost. Maar dat geldt er nu allemaal. Maar met andere woorden, je kunt kijken naar wat er in Oostenrijk niet goed gaat op dit moment. Of wat er misschien morgenochtend aan storm op Terschelling ligt. Weet je wel, met al die toestanden die daar zouden kunnen aanspoelen. Dat kan. Maar is dat onze samenkomst? En moeten we met de Heer praten over de heup die verwisseld moet worden? Of een knie? Of ik ga niet bagatelliseren. Het zijn dingen die we met de Heer mogen bespreken, maar dat is het niet. Want met een kapotte knie komt u even goed in de hemel, komt u even goed bij de Heer Jezus. Het zit hem niet in een gaaf lichaam, het zit hem in het bloed van de Heer Jezus. U bent gekocht, betaald door hem en hij wil dat u bij hem bent. 1 oog, 2 ogen, 1 oor, 2 oren, de boom des levens. Al die andere dingen vallen weg. Dus dat is een teloorgang van lichamelijke dingen in Prediker 12. Maar er blijft 1 element over. En dat is de boom des levens. Of de amandelboom bloeit. Zo, er staat echt de amandelboom in Prediker 12. Dat blijft over. En dat is de Heer Jezus zelf. De eerste. De eerste. Het nieuwe leven. Het voorjaar breekt aan. Maar wat beleeft u als u samenkomt? Nou, ik hoop dat u nu de onderlinge bijeenkomst een beetje gaat analyseren. Dat klinkt een beetje technisch. Van moet ik dat allemaal onder de loep, onder de vergrootglassen, onder een vergrootglas gaan leggen? Moet ik dat allemaal gaan bekijken, heel uitvoerig gaan bestuderen? Nou, wel, of niet. Maar zegt u maar, ik wil zo graag bij u zijn, Heer Jezus. En stel dat de Heer Jezus u vanavond of vannacht om 3 uur even wakker maakt en tegen u zegt, ik wil even bij je komen. Wat gaat u dan zeggen? Ik denk dat het eerste dat u zegt, Jezus, ik ben zo blij met u. Ik vind het zo fijn dat u mijn schuld weggedaan hebt. Verzoen, deksel. Ik ben zo blij dat u tot mij spreken wilt. Dat u zich met mij wilt bemoeien. Ik ben ook zo blij dat u de boom des levens bent. Ik ben zo blij, Heer Jezus, dat ik hier in het heilige der heiligen mag verkeren. Omgang, vertrouwelijke omgang met de Heer. Dat is het model wat uit het Oude Testament in de brief aan de Hebreeën, en koppelt u dat alsjeblieft vast met Hebreeën 13, laten we dan door hem heen opofferen, een offerande van lof. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat is ook dezelfde brief aan de Hebreeën. Dat hoort bij elkaar. En nu de volgende stap. Nu gaan we naar 2 Thessalonicenzen 2, in uw Bijbel, een paar bladzijden terug. 2 Thessalonicenzen 2. Vanaf vers 1. En daar staat, en wij vragen u dringend, broeder, u mag ook weer broeders en zusters lezen,
met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Of onze bijeenvergadering tot Hem, andere vertaling. Maar het is precies hetzelfde woord als in Hebreeën 10, 25. Onderlinge bijeenkomst. Dat woord Grieks episynagoge, ik wil het niet ingewikkeld doen, komt slechts 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is in Hebreeën 10, daar heet het onze eigen bijeenkomst. En dat plakken we dan zo gauw mogelijk op, zondagsmorgens om 10 uur daar en daar. Dat is de ene keer dat het voorkomt. En die andere keer dat het voorkomt is hier, in 2 Thessalonicenzen 2. Onze vereniging met Hem. Maar als u nu de dingetjes die ik net zo pas voorbij liet gaan op een rij zet, dan denkt u, ja, dat was ook een vereniging met Hem. Dat was een bij die ene komen, bij Hem zijn. Nog preciezer, dat wat we nu doen op aarde in onze samenkomst, bijeenkomen, is een generale repetitie, een soort training voor straks. Want er komt een moment dat de Heer Jezus ons gaat halen en ons gaat brengen. En dat, hoe dat gaat heb ik de vorige keer willen uitleggen. De opnames zijn beschikbaar. Maar wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan wij, nu zeg ik het heel voorzichtig, met de taal van Mozes en Aaron. Dan gaan wij naar binnen. En we hebben het altaar gehad, ja, we zijn gered. We zijn gered door het bloed van de Heer Jezus. Het offer is gebracht. Maar we gaan het wasvat niet passeren, maar dat laten we echt gebeuren. De wassing des waters door het woord. Nou, ik noem dat vandaag met een andere tekst uit 2 Korinthe 5, vers 10. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, waar geen finale ticket, finaal kaartje wordt gegeven, maar jij mag naar de hemel en ja, als je dat kaartje niet hebt, ja, dan heb je pech, dan ga je dus nou, echt wel daar niet naartoe. Nee, het is daar openbaar worden. Daar, broeder en zuster, krijgt u uw kroon. Daar krijgt u uw loon voor wie u geweest bent, voor wat u gedaan hebt. Voor het mooie spel op een orgel. Voor het zingen met elkaar. Daar krijg je je loon. Of voor de toespraak die je gehouden hebt, daar krijg je je loon. Als ik wacht op applaus hier, dat kan wel aardig zijn, maar dat is het niet. Paulus zegt, na alles wat hij gedaan heeft, voorts is voor mij weggelegd een kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Waar? Dat is daar. Zodra we naar hem gaan, dan hebben we het openbaar worden voor de troon van de gerechtigheid gehad. En dan krijgt u uw loon. En dan krijgt u uw diadeem of uw lauwerkrans of uw kroon of hoe u het ook wilt noemen. Ik zag zaterdagavond een klein stukje van blauw bloed. Heb je ooit van blauw bloed gehoord? Dat bestaat helemaal niet. Men zei vroeger dat adel ongeveer hetzelfde was als blauw bloed. Maar dat programma is er naar genoemd. Maar daar heb ik het niet over. Maar er werd een klein stukje over het afgelopen jaar getoond dat onze koning Willem-Alexander met zijn vrouw in Engeland waren. En daar hebben ze niet in een soort Londense cab taxi gereden, maar ze werden uitgenodigd bij mevrouw koningin Elisabeth en een gala diner. Nou, ze hadden uitgepakt. Ja, er zaten wel die livreiers bij, hè, zoals, dat is niet van mij, maar dat is van Toon Hermans. Die is nou aan te kijken of jij die gehaktballen wel op de juiste manier gaat hanteren. Nee, maar je ziet het, de spanning is om te snijden, maar stel je voor dat je een verkeerd mesje pakt of zo. Maar goed, dat beeld wordt dan getoond. En dan
zagen wij onze koningin Maxima met juwelen op die ze nog nooit eerder had gedragen. Tientallen jaren waren die juwelen ergens in een kluis verborgen, maar nu de eerste keer dat ze ze helemaal compleet droeg daar. En zij was niet de enige. U komt binnen. U krijgt een juweel. En dat is gekoppeld aan wie u geweest bent voor de Heer Jezus. Dus niet de een is verloren en de ander is gered. Het gaat alleen maar om mensen die gered zijn. En die krijgen loon. En dan krijgt u die kroon op. En of dat nu een juweel is van Windsor of van Nassau of van Sebaldeburen, het maakt me niet uit, maar u krijgt uw loon en u wordt getooid in de heerlijkheid, in de glorie, in de glans, in de schittering van de hemel. Dat hoort bij dat kleed van de gerechtigheid, dat hoort bij de mantel van het heil. En zo komt u binnen, gaat u over een rode loper. Dat is mijn fantasie. Ik vind rood altijd nog de kleur van het bloed. Nou, dat is de basis. Daar loop je dan over. Dat is de route, de weg. En je komt daar in die schitterende zaal waar een maaltijd plaatsvindt. Maar voordat u aan uw plekje toe bent, komt hij u tegemoet. En wat gaat u dan doen? Dan zegt u, Heer Jezus, u hebt het gedaan, niet ik. En wat ik gedaan heb uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Maar u hebt het gedaan, Heer Jezus. U gaat uw kroon, dat schitterende juweel net gekregen, eigenlijk aan hem geven. En u toont hem de meest mooie hulde die denkbaar is. Dat u alles wat u deed voor hem, uw leven lang, eigenlijk zegt, ja, u hebt het gedaan in mij en door mij. Maar u was het. En dan geef je dat hem terug. Ja, wat moet hij dan met al die juwelen? Nou, er is vast iemand die dat allemaal op hem legt of bij hem plaatst. Dat komt helemaal goed, want hij wordt met vele kronen, vele diademen gezien. Meervoud zelfs, kronen. Als je een voorbeeldje wilt in Zacharia, hoofdstuk 6, dan vindt u dat er kronen gemaakt worden. Meervoud, hè? En die worden op het hoofd van die hoge priester Jozef daar gezet, eventjes. Maar die zijn voor hem bedoeld, een soort gestapelde kroon. Nou, het wordt een hele toren van juwelen, van kostbaarheden. En daar zit jouw kroon ook bij. Want er is niemand daar die denkt, nou, ik stop hem maar liever even in het zand, in mijn eigen tentje. Maar je bent niet meer in het zand, je bent ook niet meer in je eigen tentje, dat is voorbij, dat is over. Daar, bij de Heer Jezus. Hij wordt versierd met uw heerlijkheid. En ik zeg nog een keer, hij had al heerlijkheid. Wat zou er nog toegevoegd kunnen worden aan die heerlijkheid die hij al had eer de wereld was? Maar dat is nu precies wat de bedoeling is. En wat gebeurt er dan? Dan is daar een maaltijd. Ik noem dat even, ik voeg het te vlug bij elkaar, maar het is dan de bruiloft van het lam en zalig die genodigd zijn tot de maaltijd. En dan gaat u het heiligdom binnen. Daar. Ja, daar zijn de muzici. Ja. Ik weet niet of dat mensen zijn of engelen. In elk geval, er wordt gemuziceerd. Daar is reukwerk. Daar, in het heilige der heiligen, daar is de Heer Jezus. En u ziet hem staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is. U ziet hem helemaal. Alsof u ooggetuige bent van wat op het kruis is gebeurd. En hoe hij daar zijn werk heeft volbracht. Dat ziet u. Ik weet niet hoe het gaat met u, als u onder de indruk raakt van iets moois van de Heer Jezus.
soms heb je even te veel in je hoofd en dan glijdt het misschien wel weg. Maar er zijn ook momenten dat het werkelijk binnenkomt, dat het je hart raakt. En dat het ook wat doet. Wat ga je dan doen? Ja, dan gaan we wel een nieuw lied zingen. Ik zou wel een liedje voor hem... Oké. Nou, hoeft ook niet alleen, want u gaat samen met al die verlosten het nieuwe lied zingen daar. En er wordt begeleid door muziekinstrumenten. En er is glorie, er is heerlijkheid. En dan ziet u pas dat de Heer Jezus, die aan het kruis zijn leven gaf, daar in zijn heerlijkheid, daar in zijn troonzaal, omgeven wordt door cherubijnen, ook de vier levende wezens, dat zijn cherubijnen, maar ook die duizenden en duizenden van engelen die om hem heen zijn en zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En die zweven daar, alles is een en al heiligheid. Het heilige der heiligen, hoort u het? Het laatste vertrek van de tabernakel. En daar is het verzoendeksel. Ja, daar is het lam dat geslacht is. Daar zijn de cherubijnen, die zitten aan het verzoendeksel vast. Maar die zijn daar. En alles zit het vanwege de heiligheid. En u bent niet eens bang meer. Wanneer u op alle stadia vooraf al gaat. En u bent daar en u ziet hem. U ziet die heerlijkheid. U proeft wat er daar is gebeurd. Dat noemt de Bijbel de onderlinge bijeenkomst. Dat is onze bijeenvergadering tot hem. Dat is niet zomaar een ticket kopen van hier naar Frankfurt. En als je daar bent, dan moet je, nou ja, moet je maar verder kijken wat je doet. Nee, zo is het helemaal niet. Het is werkelijk meemaken dat je daar mag zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Dat is trouwens in het huis van de Vader. Maar dat daar waar hij in de troon is, waar hij heerlijkheid en glorie krijgt, daar bent u dan bij. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Verlang je daarnaar? Je hoeft me geen amen of ja te zeggen. Ik weet wel precies hoe ik zelf ben. Er zijn momenten dat je misschien daar niet aan denkt, of dat je zo druk bent, of dat je zoveel verdriet hebt, of dat er een geliefde is ontvallen, onlangs vlak voor kerst. Dan kun je bezig zijn met van alles wat je om je heen meemaakt. Ik wilde vanmorgen zo graag nadenken over dit vanavond. En dan komt er een telefoon van 1,5 uur ongeveer. Van een paar gesprekken. Nou, dan zit je wel helemaal onderin. Snap je, er is zoveel zorg en zoveel leed en zoveel narigheid. Maar iedere keer als je je over dat punt heen probeert te zetten. En ga zeggen, maar ik wil niet naar die narigheid kijken, Heer Jezus. Want dan blijf ik aan de gang. Dan komt de duivel morgen met andere narigheid. En weer narigheid en nog meer prut. Maar ik wil zo graag naar u kijken, Heer Jezus. Als je hem ziet, vervaagt al het andere. En dat is precies de sleutel. En nu zegt de Bijbel, weet je, dat kun je een beetje meten aan die onderlinge bijeenkomst die je hier op aarde meemaakt. Nou, zegt hij, nou ja, zoals bij ons in de gemeenteraad, zo hoeft het niet. Als dat model is voor de hemel, nou, dan is dit de hemel niet. Nee, dat wist ik ook. Dat weet ik echt. Ik loop lang genoeg mee. Er zijn ook momenten geweest dat je zo dicht, ook samen met anderen, met de gelovigen, zo dicht bij de Heer Jezus was, dat je hem bij wijze kon voelen en kon horen spreken. En dat het zo echt was en zo direct in je hart kwam. Dat je zegt, ja, dat moet het dan zijn. Nou, dat is het ook, ja. Ik weet het wel. Maar ik wil u duidelijk maken dat uw en mijn bezoek aan de onderlinge bijeenkomst hier. Ik heb het niet over een club of over een naam, hè? Maar uw en mijn bezoek aan een samenkomst hier heeft bijzondere aspecten. En soms is dat zo. En dat, broeders en zusters, is precies wat er straks gaat gebeuren. En dan volmaakt. Dan is broeder Jansen er ook niet meer. Sorry hoor, van alle Jansen die hier zitten misschien meeluisteren. Ik bedoel u niet. Maar die is er dan ook niet. Maar ja, die zingt altijd zo hard en daar stoor ik me aan of zo. Ik heb van alles. Ik kan misschien wel een boekje schrijven over alles wat je kunt meemaken hier op aarde. Maar dan is de Heer Jezus de enige. En de echte. En de unieke. Dan ga je hem prijzen. Die opname van de gemeente is een heel bijzonder moment.
En als je mij vraagt, is dit achterhaald? Nee, dit is super actueel. En dit is zo dichtbij dat je er iets van kunt proeven. En dat noemt de Bijbel in Hebreeën 10 de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Dat betekent, het is het nog niet, maar wat we hebben is wel een belijdenis. Een soort uitdrukking van de hoop die we straks nog zullen gaan meemaken. En dan kun je je ook voorstellen dat je dan je broeder en je zuster gaat opzoeken die daarin niet meekomen. Dan is het niet een kwestie van waar was je zondag? De herdershond spelen, ben je wel blaffend en een beetje bijtend. Maar dan ga je zeggen, samen genieten van de Heer Jezus, dat is zo uniek. Laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Dan gaat het niet om elkaar te helpen bij computeren of een mail of een website maken of weet ik waar je allemaal, of met helpen met verhuizen en dozen sjouwen. Nee, dat is het niet. Maar laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Dat betekent dat we elkaar die kant op duwen. Nou, broeder, als je mij wilt vermanen op dit punt, kom dan. Dat wordt alleen maar vreugde. Dat is niet een kwestie van, nou, dan komt hij weer met zijn ideetjes. Maar dan kom ik dichter bij de Heer Jezus. Dan kom ik heel dicht bij hem. En dat is zegen. En dat is een geweldige vreugde en een geweldige blijdschap. Dan is die onderlinge bijeenkomst van vandaag echt een opstap naar wat er straks gaat gebeuren met de onderlinge bijeenkomst. Precies hetzelfde woord nog een keer. Onze vereniging met hem. Dat is de opname van de gemeente. En ik ben blij dat ik er naar uit mag zien. En ik hoop dat dat ook uit jouw hart komt en uit je lippen komt van Heer Jezus, kom. Dan begrijp je misschien dat het laatste Bijbelboek dan zegt, kom Heer Jezus, kom maar. Het is soms zo moeilijk. Ik weet het wel, moeilijke dingen drijven ons ook uit naar hem. Maar we moeten ook durven zeggen, we moeten hier zijn, kennelijk om een taak te vervullen. Maar hij komt en hij brengt. En de geest zegt, kom. En de bruid zegt ook, de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, wie dat vandaag hoort, die mag dat ook gaan zeggen. Er komt een moment dat je het niet meer kunt horen. Nu nog wel. Vanavond is het nog genadetijd. Kom dan mee. Laat dan niet die kans voorbij gaan. Nu het kan en nu het mag. Neem de Heer Jezus aan en zeg, Heer Jezus, dit wil ik ook. Dit wil ik zo graag. Ik wil zo graag bij u zijn en van u genieten. En met uw leven en die samenkomst, die onderlinge bijeenkomst met u meemaken. Nou, dat is feest, dat kan ik u verzekeren. Ook feest, misschien omdat er iemand tot kloof komt, maar ook feest omdat we de Heer Jezus zien. Daar wou ik het graag bij laten. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dat u die ene, unieke, schitterende zoon van u niet gespaard hebt, maar hem voor ons allen overgegeven hebt. En we danken u dat we een moment zullen kennen om daar bij hem te zijn. Om die onderlinge bijeenkomst mee te maken. Vader, we willen er naar uitzien. We willen de Heer Jezus horen zeggen, kom. Want ik wil zo graag je gedaante zien. Het boek Hooglied, hoofdstuk 2. Ik wil graag je stem horen. Ik wil je zo graag bij me hebben. Dank u wel, Vader, voor die uitnodiging. Dank u wel voor deze zegen. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u wel voor de opname van de gemeente. Wat een prachtige invulling. We prijzen uw naam.